In het kader van wijkvernieuwing Bernikel werd op zondag 26 september 2010 een wijkdag georganiseerd met de titel Kom dat zien. Door de gehele wijk waren er leuke activiteiten voor jong en oud. Er waren diverse informatiekraampjes van organisaties die in de wijk actief zijn. Er was een rommelmarkt met diverse snuisterijen en er waren vele activiteiten voor de kinderen, waaronder een poppentheater en een circus waar de kinderen zelf de kunsten konden vertonen. Ook was er genoeg te eten. Gezonde snacks van de GGD, exotische maaltijden en de snoepkraam. Keuze genoeg. De meeste activiteiten waren in de Tinelstraat, maar ook in de rest van Bernikel was er veel te zien. Het wijkcentrum gaf diverse workshops, Bernikel Actief had open huis, bij de straatkamer werden ijsjes uitgedeeld en bij de voetbalvereniging kon de jeugd meedoen aan de Ruud van Nistelrooy Academie. En er waren huifkarren om de bezoekers naar de verschillende locaties te brengen. Een aantal kinderen van basisschool De Chameleon kwamen de wijkdag filmen. De afgelopen weken kreeg groep 8 filmles met het doel de wijkdag te verslaan. De beste filmers kwamen op deze zondag om de activiteiten op hun manier vast te leggen. Dit was de eerste keer dat een dergelijke filmles in Bernikel werd gegeven, maar waarschijnlijk niet de laatste. Door bewoners zelf te leren filmen en fotograferen, wordt de wijk op een opvallende en persoonlijke wijze in beeld gebracht. De jonge filmers van De Chameleon hebben in ieder geval goed hun best gedaan. Wat hier staat, uit de tijden van wel eer, de poppenkast. Ze is er weer. Hey, sapperloot. Niet te geloven, ze zijn me nou al aan het filmen. Tata! Dan ga ik een foto van jou maken. Als jij mij filmt. Ja, dat is leuk. Ik ben misschien staat er morgen voor. Ja, dan sta je morgen. Sta je morgen. Wacht even, dan wil ik even kijken. Hoppakee. Yeah.
Topsupport is een initiatief van het Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop. Ze gaven op de wijkdag informatie en gratis gezondheidscontroles. Ze waren uitgenodigd in het kader van Living Lab, een project waarin diverse partners innovatieve projecten opzetten voor inwoners van Eindhoven, waaronder de Bennekel. Er werd ook een film vertoond van een project met Turkse ouderen uit de wijk Doornakkers. Omdat de activiteiten verspreid waren door de gehele Bennekel, waren er huifkarren ingeschakeld. Die brachten de bezoekers naar diverse plekken in de Bennekel. Een van die plekken was voetbalvereniging Gestel, waar een wedstrijd te zien was, maar ook was de Ruud van Nistelrooy Academie die dag aanwezig met diverse voetbalspellen voor de jeugd.